Straatkunst die wel wat extra aandacht kan gebruiken. Daar gaat 7 minuten deze week over. En vandaag een beeld dat door werkzaamheden al een tijdje van de radar verdwenen is. Het stond in Rotterdam bij de Markthal, station Blaak. De ode aan Marten Toonder. Ja, je ziet dus de obelisk, de beelden. En dan moet die ongeveer hier hebben gestaan. Zo. Hier. Zo, ja. Maar hij moest weg voor de fietsenstalling. Ja, vanwege renovatiewerkzaamheden en gewoon het opknappen van die hele markt en de bestrating enzovoort. Natuurlijk met de komst van de nieuwe markthal. Ja. Was het een heel goed moment dat ode aan Marten Toonder in de renovatie ging. Het beeld werd in 2002 door burgemeester Opstelten en Marten Toonder zelf onthuld. Ter ere van Toonders 90ste verjaardag. Het is gemaakt door 4 kunstenaars die zich samen de Artoenisten noemden. Wij waren heel blij, want er was een brandplek eigenlijk in het trottoir. En we dachten van ja, hier moet hij gaan staan. Dit is een teken. En dat is de wereld van het Artoenisme. De Artoenisten zien de wereld als een cartoon en everybody is a character. Vandaar ook de bril. Ja, dat is mijn look natuurlijk. Artoenistische look. Ja. Hoe lang is hij nu weg? Hij is nu ongeveer een jaartje weg. En hij staat bij Giuliani. En daar wordt hij helemaal schoongemaakt en weer klaar voor de komende 10 jaar is hij dan. Kijk, daar staat hij dan. Daar staat hij. Tom Poes. Tom Poes. Kijk, normaal staat hij 6 meter hoog op de uitkijk. En je ziet hier, dit is het topstuk van het beeld. De wereldbol, de wereld van Toonder, is in de kleuren van de jas van Oli B. Bommel. Het is een fantastische wereld, dat geeft deze vleugels aan. En dan, hij wordt onderstreept door het dubbeltalent van Toonder. Het penseel en de pen, de literatuur en zijn tekenkunst. Een nieuw verfje gehad, denk ik, hè? Hij heeft een nieuw verfje gehad, inderdaad. Beetje stof. En deze vleugels, die zijn verguld, maar je ziet dat de tand destijds hier wat slijtage heeft opgeleverd. Het beeld kan de opknapbeurt dus goed gebruiken. Het heeft door de jaren heen aardig wat meegemaakt. Ja. Zie je, er ontbreekt 1 pijl. Zie je dat? Sowieso zitten ze daar een beetje lastig. Ja. En hoe komt dat? Er is 1 pijl die ontbreekt. Dat is, de Dance Parade. Had natuurlijk heel veel bezoekers. En eentje vond het heel grappig om op dat beeld te gaan zitten. En die heeft zo'n pijl eruit getrokken. Oh. Ja. Dus die moeten worden vervangen. Nou, sowieso zie je nu dat die prachtige witte wolkenkrans het donderwolkenkrans is geworden. Deze moet een beetje bij worden gebogen. Zie je, dat is allemaal gebeurd tijdens die Dance Parade. En hier zie je dus ook het roest. Dit moet worden verguld. De ode aan Marten Toonder telt naast Tom Poes 4 bekende figuren uit de Toonderstrips. Marquise de Canteclair, professor Sikbok, de schilder Terpentijn en burgemeester Dikkedak. Van Berken maakte die laatste figuur. En het grappige was dat dat eigenlijk dit Bram Peper is. Die van zijn voetstuk wordt gestoten door die hele Pim Fortuyn beweging in 2002. Dus sigaartje erbij. Ja, hij heeft een sigaar hier erbij. Hij zit heerlijk in zijn fauteuil. Niks kan hem overkomen. Maar de politieke donderwolken die pakken zich op. Het volk wil wat anders. En weldra zal hij het veld ruimen voor een andere Dikkedak. Was je fan van Toonder?
Ja, ik was persoonlijk was ik een heel groot fan. En als kind heb ik alle boeken verslonden echt van hem. Ik heb ze echt allemaal gelezen en herlezen en herlezen. Maar duurt het langer voordat hij weer terugkomt? Vervelend? Zelf heb ik geen problemen mee, maar ik merk wel dat mensen hem echt missen. Maar het is natuurlijk ook heerlijk om je patatje te eten hier zo op het bankje. Lekker bij in de wereld van Marten Toonder. Kijk, een van de geheimen van het beeld is deze tompoes. Ja. En als je die dus aanraakt, zul je nooit honger lijden. Oké. Okay. In het Artemisische verhaal. Ja. Dat doen we dan maar. Bij deze dus. Bij deze. Sophie. Van Berkum hoopt dat Ode aan Marten Toonder in maart of april volgend jaar teruggeplaatst wordt. En dan wel met iets extra's, want in het oorspronkelijke ontwerp stond er een tekst op het bankje. Maar die kwam er uiteindelijk niet. Maar we gaan kijken of we alsnog de tekst erin kunnen laten bijtelen. En dan is hij pas echt af. En dan is hij wat ons betreft af. En ik denk dat Marten Toonder daar ook zijn zegen over gaat geven vanuit de hemel. Dat hij weer een teken geeft. Dat hij weer een teken geeft dat we op de goede weg zijn. Het valt niet mee, hè? Van dichtbij. Nee, dit is... Van veraf al niet, eigenlijk. Het ziet er ellendig uit, hè, als je het zo ziet. Ja, hij schijnt nog steeds niet om te vallen, maar het uiterlijk van het ding is natuurlijk treurig en zielig en erbarmelijk en schandalig.